Dag beste mensen. Vandaag ga ik weer aan iets nieuws beginnen. Ik heb ooit eens van iemand gekregen, het een en ander gekregen, en dat zijn onderdelen voor machines en zo van alles. En die had mij een slijpmolen aan de hand gedaan, hier voor mijn neus staat hem. Die zag er niet uit. Hij ziet er nu nog niet uit, maar hij is tenminste proper. Ik kan hem niet verder, want ik wil die zo in die, ja, in dat groen houden dat hem is. Waarom? Die academie, een mens, die is een jaar of twee geleden gestorven en die heeft mij toch wel heel veel aan de hand gedaan. Dat was een oud ijzeren marschal, een echte. Die stond hier in 10 op de markt. Leon noemt hem. Een dikke, gezellige, toffe mens. Maar die is heel veel ziek geworden en spijtig genoeg gestorven. Dat is nog een kameraad van mij dat markt. Dus, ik heb die in een molen van hem gekregen. Ik heb die molen proper gemaakt. Ik heb die jaren gebruikt. Maar je zag niet dat hem groen was. Ik heb die zomaar gebruikt. Ik zeg, en die stond hierop. In de plaats van deze motor. Gaan eens even terug zetten hoe dat hem stond. Hij had wel een andere ring. Dat stond hier zo op. Maar met een kortere ring, hè? Ja. Anders gaat het niet groot. En die draaide zo rond. Hè? Want dat is een slijpmolen. En een slijpmolen draait rond. Als dat vierkantig loopt, dat is niet goed voor je beitels of je boren op te slijpen. Snap je? Nee? Dan maak ik achterna nog eens een tekening. Wat ga ik nu doen? Ik ga, want dat is zo nog een oud scharmiekeltafeltje dat ik eens in elkaar gestoken had van overschot van ijzer. Ik had zoveel. Nog niet. Nu wel. Zo rijk als de zee diep is. Maar mijn zee is niet dieper als dat. Oké, dus wat ga ik doen? Een nieuwe tafel kan maken. Ik ga ook een nieuwe moteur pakken. Alleen de nieuwe moteur, dat is een hele oude moteur. En ik ben zot van al wat dat zo oud is. Hè? Want ik zou graag, ik heb hier een modern kolomboormachine. Ginder heb ik een antiek kolomboormachine. Ik ga dat zeker nog een keer oplappen. Hè? Laat kunnen dat zien. Want ik zou graag mijn smis nog echt authentiek willen houden. Hè? Het is wel een hele avond brul dat een ander niet meer wil. Dus die moteur die ga ik daarvoor gebruiken. En die ga ik onderaan hangen. En de riem gaat door de tafel aan de moteur hangen. En ik zou dan ook graag dat onnozel dingetje hier daar willen opzetten. Dat is ook zo slijpmolen. Dat is gewoon gekocht in een half uur of zo. Dus dat kan daar dan bij op. En dat is al een keer gemakkelijk voor dat schrapper in het gang te zetten. En dat is iets juister rond van. Hè. En dat is een slijpmolen, een gewone slijpmolen, maar met een watersteen inbegrepen. En een watersteen is beter voor beitels te slijpen, houtbeitels te slijpen. Dan gaat die zo niet verbranden. Want het is niet zo gemakkelijk om iets te slijpen dan die mag verbranden. Daar kun je blijven opschuren zonder dat het verbrandt. En hier moet iedere keer gaan, ik heb hier altijd potten water bij staan. Iedere keer aan. En dat is niet plezant. Alhoewel, dat is niet plezant. Dat is ook allemaal neer als je niks anders hebt. Maar dat gebruik ik vooral voor boren te slijpen. En in deze voor messen, bijbels, noem maar op. Die je gemakkelijk kunt blijven over die steen houden zonder dat je een bijbel verbrandt. Dus dat was de korte uitleg. Dat heel lang gaat duren, maar dat je dan al direct gaat zeggen van oh man, ik kon die video afzetten. Zet hem alsjeblieft niet op, want het werd nog plezant. Goed, ik denk dat video ook al wel een tijdje gaat in beslag nemen. Dus, dat is een hele oude motor. Ik zal een keer kijken. Die erin heeft, amai, ik zie het niet goed. Amai, ik zie het echt niet goed. Ik word oud, oude papa. Dit is ongeveer, waar zit ik hier dan nog niet? Ik zou wel aan mijn vinger een keer lekker voor erover te gaan, ik denk dat beter. Huh. 3,6, 7,2 pk, 3,6,
belast waarschijnlijk. Wie weet dat, hè? Ik ken niet. Dus als dat maar ronddraait en rap genoeg draait voor dat in het gang te houden. Goed, dus we gaan er aan beginnen. Kom eens heen. Kopje. Varken. Dat is mijn chakrasel en dat is een varken. Floortje noemt ze. Dat is een kans dat ik de saus laat zien. Zo, voilà. Ik ga een tafel kunnen maken. Eerst moet ik een tafel kunnen maken. En dat moet zeker zo breed zijn als die motor. En die motor is... staat hier onder natuurlijk. Ik ga hem dus terugzetten. Die motor is... neemt... oh, ik zal dat van de motor nemen. Dus dat ga ik doen. Ik ga nu dat onthouden. Hè. Ik ga dat gewoon maken en achterna zullen we zien dat dat tafel gemaakt is. Want ik heb al genoeg zien lassen en zeven en slijpen en zien, wat? Ik ga ze nu laten zien. Ons Floortje. Ongelooflijk. Ik denk maar dat ik altijd ga spelen. Maar dat kon ik niet doen, hè. Waar is ze? Daar is ze. Hé, ze. Hela. Floortje. Wat? Moet ik daarmee gooien? Moet ik daarmee gooien? Hoe is hem? Oh. Even de... oh. Is dat er? Ja. 1, 2, 3 en hop. En dan moet ik nog eens doen. Hè? Moet ik dat nog eens doen? Moet ik dat nog eens doen? Nou, je moet hem al niet uit mijn handen pakken. Wat is hem te groot voor uw muilenke, mijn moske? Auw! Ah! Stop! Ja! Het is afgelopen! Het is afgelopen! Ja, ja. Nee, oké, we hebben gedaan. Dus we hebben nu gedaan met spelen met een hond, want anders komt er niks van in huis. Dus, buiten! Altijd vriendelijk zijn tegen de beest. Oké. Nee, Floortje. Nog buiten, maske. Floortje moet nog buiten. Want, ziet ze? Daar zit ze weer, hè. Ziet ze? Dat is niet te doen, hè. Ik is schelm, hè. Kom in, pakken ze! Oh, doe een bolletje. Richting uit. En daar is Floortje weer. Nee, Floortje! Nou, gewoon de deur door doen ze. Ah, voor mijn bal zit al helemaal vet voor mijn mannen. Hopla. Op mijn garage. Zo. Opgepast voor de oortjes, de oogjes en de handen. Dus nu gaan we komen gewoon. En dan gaan we een beetje een chanfrijken aantrekken, dat er geen braam meer aan hangt. Gelijk is, wat ga ik nu doen? Ik zet een tanden, ik schuif dat daarin. Ik heb het niet gezien. Doe maar. Ik zal mijn motor erachter moeten platten. Waarom? Als ik naar beneden ga en ik zou onder tafel willen werken, wat ik eigenlijk zo zou willen doen, hier van de motor in hangen. Dat gaat niet. Ik zit tegen mijn ijzer van dat spel hier. Dus moet ik hem maar achter zetten. Dus ga ik die trail ook anders moeten halen. En die een oude versleten kleine daar terug op zetten. OMG. OMG. Nee, OMG zeg je. Wat verdomme. Enfin. Tegenslag. Tegenslag.
Oké, 80 op 60 moet die tafel zijn. 80 op 60. Of 800 op 600. Of 8000 op 6000. Zag niet. Ik weet het. Zo, let's begin eraan. Zo, tafel moet nog juist afgelast worden en dan zijn we daarmee klaar. Een beetje aan het slapen, dus maar niet te veel. Smal werk kreeg. Oké, let's go. Dus beste mensen. Oei. Ah, daar zit ik. Ja, ik zit altijd daar te kijken, daar moet ik niet letten. Want daar is de camera. Hier. Zie je geile met een zwette vinger? Oké, okay, dus de volgende gaat nog beginnen. Wat moet ik nu nog doen? Dat is een tablet erop voorzien. Vastmaken ook nog. Ah ja, dan moet ik daar nog bevestigingen aan doen. Dat zijn ik achter en over. Goed, salut, bedankt. Nu gaan we weer zo wat slijpen. Ik ga mijn camera hier niet laten staan, want als daar spikkeltjes op vliegen van de slijperij. Oh manneke, dan ben ik niet content. En de camera ook niet. En dan hangt hier zijn mondje. Oké, dus kan ik hem een beetje verder zetten. Goed zo? Ja. Zo, gewoon simpel, hè? Gewoon die balkjes. Ja. Goed. Ik had gezegd om daar MDF op te zetten, maar ik ga dat niet doen. Ik ga daar een stuk betonplex, ik had het hier nog, opzetten. Het is ook zo de vuile kant van de betonplex. Dat blijft het nog wel mogelijk en dat is om te. Om deze neer zo te zien. Ja. Zo. Nu ga je in een appel op twee molens, hè? Ik ook. Nou ja, ik kan het hier los doen, dan kan ik die nog wat meer op de kant zetten. Dus die verder er vanaf. Een andere molen kan halen, ga ik alles wat anders zetten. Goedemorgen. Dag 2 van het projectje met slijpmolen. De stijl is af, mijn bazaar staat hier op tafel. Ik ga niet alles hier opzetten, dus ik heb dat weer al ontdekt. Dat als ik die molen gebruik, dat daar spatten afkomen en zo, en dan hangt alles vol. Dus ik ga die molen arrangeren dat ik die er kan later bij opzetten als ik hem nodig heb. Ik heb dat niet voor nodig.
We zullen het toch moeten veranderen, denk ik, want ik kan daar niet veel mee aanvangen. Ik zal jullie dat eens laten zien. Niet meer lachen, hè. Kijk, dat is dat spel dat ik gemaakt had, hè. En hier staat mijn motor. Daar staat mijn slijpmolen. En dat is mijn andere, die heb ik daar ook op vastgezet. Maar even een ferm kop kunnen wegzetten. Maar ik was wel slim. En ik had deze. Ik wou die daar niet naast zetten. Want dan zit ik in de weg met die slijpstenen. En dan kan ik geen lange stukken doen ofzo. Deze moet daar komen. Maar dan kan ik eerder meer mee werken. problemen. Dus ik weet het niet. Want als ik die hier zet. Ah, dat kan ik wel doen, ja. Oké, dat ga ik doen. Ik ga die zo hier zetten. Met deze molen naar deze kant toe. Maar dan moet ik die tafel wel ergens anders zetten, want ik zit hier dan weer in de weg met mijn lasapparaat. Man. Misère. Het leven, hè, is soms heel moeilijk. Dus moeilijk leven gaat ook. Moeten we dan nog verzetten? En ik wil die kabels losmaken. Op mijn knieën gaan zitten. Ik wil niet klagen, hè, natuurlijk, maar.